Ja, toen dacht ik, dan wordt het nu mijn beurt waarschijnlijk. Aldus een lachende Piet van den Burg, de arrangeur van de bloemenhulde op paaszondag bij de paus in het Vaticaan. Jan van Velden uit Maastijk is een van de tuinders die de hoofdbloem levert, de snijanthurium. En ook de potanthurium gaat die kant op. Het is echt een tropische plant. Van origine komt hij eigenlijk uit het Amazonegebied. Echt uit de jungle. Groeiden ze tegen de bomen aan, waar het water langs liep. Dus het is eigenlijk een schaduwplant. Hij mag niet te veel zon hebben. Hoge temperaturen. Extreem veel vocht. Het is geen standaard bloem die in de supermarkt verkrijgbaar is bijvoorbeeld. Het snijden van de anthurium houdt wel echt rekening met de rijpheid. Dat de helft van de kool minimaal wit is bij dit ras. Dat is echt gewoon rasafhankelijk, moet ik wel erbij zeggen. En daarbij snijden we eigenlijk het gewas. We glijden met onze mes. We hebben allemaal gesneden met een mesje trouwens. En dan snijden we het gewas zo met een mesje. Zo lang mogelijk steellengte voor de bloemist. Zodat hij er wel een stukje af kan halen, maar ik niet. De bloemenpracht is door corona 2 keer uitgesteld. De anthuriumtuiners kiezen nu de mooiste exemplaren uit die volgende week met alle andere bloemen en planten in de vrachtwagen naar Italië vertrekken. Maandag wordt de vrachtwagen volgeladen, dinsdag wordt hij gezegend en dan gaan de 1500 snijanthuriums en 400 potanthuriums die kant op. En dat is natuurlijk fantastisch, want een heel groot publiek gaat dat op tv zien. En dan hopen we natuurlijk ook nog dat de paus gaat zeggen bedankt voor de bloemen. Arrangeur Piet van den Burg tekent voor de aankleding. We hebben nu een ploeg van 12 mensen. Maar er komen ook nog wat mensen bij vanuit de Bollenstreek en zo. Ik vind het een zeer eervolle opdracht. En zeker omdat ik zelf katholiek ben, ben ik er ook erg bij betrokken. En tuinder Jan hoopt dat de paus de anthurium weer een beetje sexy maakt. Bij de ceremonie staat de paus daar nog extra aandacht aan gaan besteden. Dat het ook iets meer weer een beetje een trendy bloemetje gaat worden. Want het heeft een beetje een oudbollig karakter en dat willen we eigenlijk kwijt. Hij moet weer een beetje trendy worden. Een van onze belangrijkste afzetlanden, Italië, nog steeds. Dus dat is wel schitterend om dat bij Popiopi te zien, om het zo maar te zeggen natuurlijk. Ja, leuk.